Welkom, dit is weer een aflevering van Anouar. En vandaag gaan wij een daklekkage opsporen en verhelpen. En we gaan jullie dus laten zien hoe je dat kan doen. En dan gaan jullie ook laten zien op welke methode je een daklekkage kan verhelpen. Het kan definitief zijn of tijdelijke reparatie. Als je een daklekkage hebt, dan is het natuurlijk belangrijk dat je weet hoe je een daklekkage kan opsporen. Ik zal jullie een paar handvaten geven, zodat je dit, als je een lekkage hebt, dat je die makkelijker kan opsporen. Nou, een lek zie je vaak, ontdek je doordat er bijvoorbeeld een vochtig plafond is, of dat er zelfs echt gewoon druppels naar beneden komen. Nou, heel belangrijk is natuurlijk is dat je het plek waar het naar beneden komt, dat je dat gaat uitmeten, zodat je op het dasje op het dak bent, dat je ongeveer op die plek gaat zoeken. Vaak vind je gelijk het lekkage. Dit is de plaats waar het lekt. We gaan het nu dus uitmeten, zodat we op het dak weten waar het lekt. Dus ik meet vanaf die muur naar die muur, dus vanaf daar. Even kijken. Dus 2,50. En vanaf hier daarheen is het 2 meter. Nou, nu weet ik dus boven ongeveer waar het lek is. Dus ik ga even naar boven, dus kom mee. We hebben beneden uitgemeten. Nou, en hierboven is het natuurlijk wat we hebben gezegd. Als we dus vanaf daar meten en vanaf daar meten, dan komen we ongeveer hieruit. En ik zie dus dat er twee afvoeren hier zijn. Nou, de meeste lekkages bij een dak komen voor bij dakafvoeren. Dus het is heel erg aannemelijk dat het hier vandaan komt. Dus we gaan nu even onderzoeken. We halen het grind even weg en gaan we kijken of het daaraan ligt. Nou, dit is de plek. Nou, we gaan nu even het grind even weghalen. Even kijken hoor. We hebben het grind weggehaald en we gaan nu even het lek opsporen. Ik zie diverse mankementen. Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat je bij de aansluitnader gaat zoeken. En ik zie hier dus bij het hoekje dat er hier, bij de afvoer zie ik dat er een klein gaatje is. En ik denk dat daar het water erin kan gaan. Kijk, ik kan zo mijn schroefdraaier in stoppen. Zo, kijk. Dus dit is een mogelijke lekkage. Maar ik zie meer, want als ik hier ga kijken, zie ik dus dat de dakbedekking. Ik kan het zo omhoog tillen. Kijk hier. Hier is ook de dakbedekking gewoon los. Kijk. Dus dit is, dit is gewoon niet goed. Kijk. Ja. Om het dak te repareren heb je diverse materialen nodig. Het allerbelangrijkste is, zorg altijd ervoor dat je een brandblusser hebt. Als je dus de dakbedekking gaat branden, dat doe je dus met een gasfles en een brander. Dus nummer 1. Brandblusser als eerst op het dak. Daarnaast hebben we een dakprimer. Dit is van Ico. Dit is een hechtlaag. Dat smeer je op het oude dakbedekking of op het metalen onderdelen, zodat de dakbedekking goed hecht. Je hebt een dakmes nodig. Dat is deze. Heel erg belangrijk, een haakmes. En we hebben en rubberpasta en je hebt verschillende merken, van allerlei merken heb je. Ik gebruik altijd deze merk. Dit is een hele goede, flexibele rubberpasta. Dit kun je op je dakbedekking smeren en dan is het eigenlijk binnen een half uur is het uitgedroogd en dan is het waterdicht. Het is niet een definitieve reparatie. Het kan zijn dat je dus dit doet om op een later tijdstip of een later moment dat je dakbedekking alsnog goed gaat repareren. Soms kun je ook dakkit gebruiken. Dat is van Taxofat van Shell. Dat is ook een heel goed spul. Het is ook een goede hulpmiddel. Als je een klein gaatje hebt, kun je hier ook mee repareren. Ik zal in de beschrijving links van de reparatieproducten plaatsen. En wilt u meer van deze reparatiemateriaal weten? Laat dat even weten in de comment. Dan zal ik daar een keer een video over maken. Maar vandaag gaan wij het dak repareren met APP lijslag. Dit is een dakbedekking waar lijslag overheen is geplakt. Het voordeel hiervan is dat het UV-stralen bestendig is, dus het kan beter tegen de zon.
Een belangrijk punt is dat je de losgekomen dakbedekking verwijdert, zodat je een goede basis hebt waar je de nieuwe dakbedekking op kan plakken. Kijk, en hier zie je dus dat het water gewoon, dat kon er gewoon in gaan. Nou, als je het lek hebt gevonden, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je de dakbedekking heel erg goed schoonmaakt. Dat je de stof weghaalt. Dat kan je dus met een stofferje doen. Maar ik raad jullie altijd aan om dit met een staalborstel te doen als ik die kan vinden. Hier is de staalborstel. Ja, kijk, klap, de andere wordt gegooid. Dus een staalborstel, een stoffertje. En natuurlijk als je hem hebt schoongemaakt, dan doe je dat met een dakprimer. Maar dat laat ik zo even zien. Als je de dakbedekking hebt goed schoongemaakt, dat stof vrijgemaakt, dan kun je dus de dakprimer gebruiken. Nou, je hebt verschillende dakprimers, wat ik zei, dit is een quick primer, deze droogt snel, dus dat houdt lekker de workflow, houdt dat lekker op tempo. Goed schudden van gebruik. Ja, je moet het leuk maken, hè? De primerlaag kan je op de plaats spuiten waar je de dakbedekking gaat plakken. Hiermee zorg je dus dat je een hele goede hechting hebt. We hebben dus twee lekkages. We gaan nu de eerste lekkage verhelpen. Nou, we gaan dus wat ik zei, dus APP laadslag gebruiken. Ik heb een stukje gesneden. Dit is de afvoer. Nou, wat heel belangrijk is, we hebben hier daktrim. En daktrim is een aluminium profiel die het dak afwerkt, maar ook gelijk water dicht maakt op de randen. Wat heel belangrijk is, is dat je de dakbedekking goed in de daktrim duwt, zodat het goed erin zit. Hier moet hij dus goed erin. En hij moet goed aan de zijkanten goed afdekken, bij de zijkanten, minimaal 10 centimeter. Aan de zijkanten moet je hem rond maken. Je maakt dus het hoek rond, dus wat krijg je dus wat beter waterdicht. Zo. Kijk, ziet er heel mooi uit. Nou, dan gaan we hem hier goed plakken. Dit snijden we af. Als je dakbedekking hebt schoongemaakt en je hebt het ingesmeerd met de hechtprimer, dan kan je dus de dakbedekking gaan plakken. Dat doe je dus met een brander. Let alsjeblieft goed op. Gebruik goede veiligheids- en voorzorgmaatregelen. En een brandblusser moet binnen een straal van een meter bij jou in de buurt zijn. Nou, we beginnen eerst hier te plakken. Zorg dat hij goed geplakt is. Daarna gaan we langzaam naar beneden dat hij tot hier geplakt is. Dan zorgen we ervoor dat de hoeken aan de onderkant goed gehecht zijn en dan gaan we dus verder en dan maken we hem af hier. Dus heel belangrijk, dus als je gaat branden, dat je wel weet waar je start en waar je eindigt. Zodat je dus niet in de knoei komt dat je nog dingen daarna nog moet plakken. Als je met de grote dakbrander aan het branden bent, is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent. En dat je de dakbedekking niet te heet maakt, zodat dat niet onder je handen gaat wegsmelten. En let alsjeblieft goed op dat je dus goede voorzorgmaatregelen treft, dat je niet er zo in de fik steekt. Zorg ervoor dat de dakbedekking goed onder de daktrim zit en goed is aangedrukt. Dan ga ik nu verder om de opstand te plakken en dan moet je dus ook voorzichtig blijven, want de dakbedekking is nu al
aardig warm, dus je moet echt heel voorzichtig te werk gaan. Druk de dakbedekking goed aan en zeker bij de hoeken, want daar heeft de dakbedekking het meeste te verduren door uitzetting en krimp. Dus goed aandrukken, zodat je zeker weet dat het goed is gehecht. Dit is natuurlijk een reparatie en je moet het natuurlijk zo goed mogelijk uitvoeren. Ik zal in de toekomst een video maken dat wij de dakafvoer in zijn geheel verwijderen en dat wij dus een nieuwe afvoer plaatsen. Heel belangrijk is dat je dus goed in de hoeken drukt, dat die goed gehecht is, want die zijn echt het allerbelangrijkste. En kijk uit voor je handen, want dat spul wat je hier daar uitsmeert, als je dat op je vel krijgt, dan is het gelijk een brandplek en hij trekt gelijk de huid mee. Dus dat is 350 of 360 graden, dus dat is hartstikke heet. Nou, als je dus zeker weet dat alle hoeken goed gehecht zijn, dan kun je verder gaan. We gaan nu dus dit afplakken en hier. Ik gebruik hier een handige voegspijker voor. Dit kan mij, is een goede hulpstuk, dan kan ik lekker branden zonder dat mijn handen in de fik vliegen. En nu zijn we klaar. Je ziet dat hij overal goed is gevloeid. Ik heb het hier iets te heet gevloeid. En dat heb ik met bewust gedaan omdat het de oude dakbedekking is. En ik wil zeker weten dat hij goed hecht. Als het een nieuwe dakbedekking is, dan is het juist de bedoeling dat je niet te veel betuum eruit laat komen. Want dan blijft hij dus sterker. Deze stukje is wat ingewikkelder, dus die gaan we dus op, met meerdere lagen plakken. Zo maken we het voor ons makkelijker en dan kun je het ook wat strakker afwerken. Nou, heel belangrijk natuurlijk dat je een goede afdekking hebt van minimaal 10 centimeter. Als je het gat van de dakafvoer eruit snijdt, snij hem dan een half centimeter voor de randen. Dat is makkelijker als je de dakbedekking gaat plakken. Hier heb ik dus een hoek, dus mocht ik de dakbedekking gaan drukken, dan gaat hij wringen. Dus ik snij hem hierin, zie je? En dat zorgt, dan kan ik hem makkelijk buigen en dan kan ik later nog hier een stukje doen. Afsnijden. Kijk, dan ziet het er een stuk strakker uit. Hier gaan we dus anders beginnen, omdat we natuurlijk uit twee stukken gaan branden. We gaan natuurlijk eerst hier zorgen dat hij goed hecht. Dan laten we de bovenkant en dan doen we de onderkant. En natuurlijk ook weer goed drukken, dat je zeker weet dat hij overal goed hecht. Je moet ervoor zorgen dat er geen blazen, bellenblazen eronder, luchtblazen eronder zitten. Want die worden na een tijdje, worden dat gaatje in je dakbedekking.
natuurlijk goed opletten dat je hem niet te heet maakt. De kunst is natuurlijk net de juiste temperatuur. Zo. Dit haal ik weg, want ik ga straks een dakbedekking eroverheen plakken. Zodat het niet een wobbeltje wordt. Een heel belangrijk hoekje, dat je die goed indrukt en goed plakt. En het beste is dat je hem in etappes doet en niet te heet maakt. Maak je hem te heet, dan gaat hij smelten, in zijn geheel smelten. En dan krijg je dus een kliederboel en dat wordt natuurlijk hartstikke heet. Voor je handjes. Nee, de deur is dicht. Zo hebben we hem eigenlijk dubbel waterdicht gemaakt. Dan is hij eigenlijk al waterdicht, maar nu extra de zijkant ook nog een keer eroverheen. Dus een beetje zeker dat hij en steviger is en beter waterdicht is. Ik gebruik hiervoor dus een kleine brandertje. Dat is handig, dan kun je dus heel fijn branden. Maar soms gebruik ik alleen de grote brand, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Alleen vandaag heb ik deze gebruikt. Erop. Het dak is weer waterdicht en laat het maar regenen. Vond je deze video leuk? Dikke duim omhoog en abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!